Jongens, jullie staan op het punt van vertrekken. Het is zover na een jaar lang van voorbereiding, mag ik toch wel zeggen, Erland? Ja, zeker. Niet alleen het trainen, maar ook de acties om het geld bij elkaar te krijgen. Ja, maar kun je er nog iets over vertellen? Maar jullie hebben van het jaar echt heel veel gedaan. Het leukste was natuurlijk wel dat de Zevenlinder erg betrokken was bij ons project, zeg maar, om het geld bij elkaar te krijgen. En natuurlijk ook de carnavalsvereniging, niet te vergeten. Ja, en inderdaad veel support van Dedemsvaart. Sebastian, maar Duchenne Heroes, jullie gaan deze week fietsen. Hoe ziet jullie week eruit? Nou, dat wordt heel erg afzien. We 's morgens vroeg opstaan, dan ontbijten natuurlijk en dan gaan we starten. Ja, en het zijn afwisselende routes met heel veel hoogtemeters door de berg heen. Het is 90% onverhard, dus dat wordt wel bikkelen. Maar goed, wij kunnen onze spieren gebruiken en de jongens niet. Dus dat houd je dan wel op de fiets wat dat betreft. Ja, Duchenne is een spierziekte. Ja, kun je er iets over vertellen? Het is een spierziekte die wordt geconstateerd ongeveer als de jongens 2-3 jaar oud zijn. Dan zie je dus dat ze wat minder kunnen. En vanaf dat moment breekt het eigenlijk af. Dus gaan de spieren steeds minder eigenlijk al functioneren. De kinderen groeien nog wel, maar meestal rond het 10e, 11e levensjaar komen ze in de rolstoel terecht. Ja. Ik zag al op de Facebookpagina van Duchenne Heroes €1 miljoen. Ja, ja inderdaad. Wat ruim €1 miljoen. Gedurende de week komt er nog meer bij. Het was tenminste voorgaande jaren ook zo. Die gaat echt wel richting de 1,2 miljoen wel. Je vertrekt nou en jullie rijden nou naar Zuid-Duitsland, hè? Ja, klopt. Naar Saarburg en dan gaan we naar boven toe door Eifel en door de Ardennen heen. En dan komen we uiteindelijk in Eindhoven weer aan, volgende week zaterdag. Okay. En zijn jullie te volgen, Erard? Ja, zeker via de website van Duchenne. Oh, dan wens ik jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel.